Ik wens jullie alvast een hele fijne webinar en ik geef het woord aan Nick, alsjeblieft. Dank u wel, Evelien. Ik stel voor dat we meteen naar de kennismaking overgaan. Absoluut. Dus ik ben Nick van Kier. Ik werk als consultant bij Duval Union Consulting. Daar staan wij bedrijven bij op vlak van digitale transformatie. En sociale media zijn daar een ongelooflijk groot onderdeel absoluut. Van. Wij heten of noemen social media eigenlijk low-hanging fruit van de digitale transformatie. En als je dat goed doet, dan hebben we een goed oog op de volledige transformatie van je bedrijf. En wij proberen bedrijven daarin bij te staan, te coachen en te adviseren. In mijn vrije tijd ben ik ook storyteller. Mensen kennen me misschien van 100 dagen zonder alcohol. Onlangs heb ik een tatoeage laten zetten van Neckerman voor het goede doel. Dus in mijn vrije tijd probeer ik me daarmee bezig te houden. Want ik vind het ook belangrijk als social media adviseur dat je zelf in de trenches zit. Dat je de tactieken goed beheerst. Ja, je doet een paar zotte dingen, zoals wij dat dan noemen. Maar het geeft jou wel veel info over dat de social media echt werken. Daarvoor moeten onze bedrijven dat natuurlijk nog niet allemaal overnemen. Maar ik denk dat het jullie wel een goede expertise geeft, niet? Ja, inderdaad. Dus wat wij altijd proberen te doen, zelf de stap verder te gaan dan dat onze klanten zouden moeten doen. Ja. En daarom zijn we er natuurlijk. Om zelf uit te testen en de expertise, de learnings over te dragen. Naar jullie. En ik woon in Aalst, dus ik ben blij dat ik hier even in Leuven mag zijn onder het normale volk. Je kunt mij ook vinden op elk social media, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, enzovoort, enzovoort. Maar stel voor dat we meteen van wal Ja, en we gaan beginnen met meteen ook te vragen wie jullie zijn. De beste vraag die dan aansluit bij dit webinar is, welke social media gebruiken jullie al? Er zijn een aantal opties. Ik zie de poll al in beeld. We hebben Facebook, Twitter, LinkedIn, Snapchat en Instagram. Jullie kunnen meerdere antwoorden geven. En helaas is deze lijst niet volledig, dat besef ik ook. Dat zullen we dan zelfs wel horen van Nick natuurlijk. Maar ik zie graag jullie antwoorden binnenkomen. Nu, ik denk dat Facebook, Twitter en LinkedIn wel een zeer evidente keuze is. Snapchat en Instagram, daar ben ik benieuwd over wat de mensen daarover gaan antwoorden. Ah, voilà. Iedereen heeft een Twitter en een LinkedIn-account, dus dat is alvast heel goed. 78% gebruikt Facebook, 11% Snapchat en 67% Instagram. Ja. Oké. Er zijn niet veel verwonderingen in. Dat is wat wij in de Belgische data ook altijd... Voilà. Dus we hebben een mooie doorsnede. Inderdaad. Klopt. Ik ga je proberen mee te nemen in de 2.0 social media. Ja. Wat we hier zien is een beetje 1.0. En ik hoop jullie de nieuwe zaken uit te kunnen leggen die wij geleerd hebben van al die zotte experimenten. Oké, ben benieuwd. Voor we daarin induiken, voor we die 10 zaken die je zeker in de gaten moet houden dit jaar en de komende tijd, wil ik jullie eerst 4 eeuwige principes uitleggen. De 4 zaken die altijd zullen blijven bestaan bij gelijk welk kanaal of bij gelijk welke digitale innovatie op vlak van communicatie. Het eerste is de clouds en de dirts. Dat is iets waar ik heilig in geloof, dat je die 2 zaken altijd moet combineren. De clouds is een metafoor voor een duidelijke strategie. Dus je moet goed weten waarom dat je de zaken doet. Een duidelijke visie hebben op sociale media, digitale marketing, communicatie. En heel uw bedrijf moet er ook in geloven. Mm-hmm. Vaak als social media niet aanslaat bij een bedrijf, zien we dat de mindset, de means en of het mandaat er niet is om goed met sociale media te starten of door te gaan. Dus we moeten ervoor zorgen dat die clouds goed zitten voordat je ermee start. Daarnaast moeten ook de dirts onder controle hebben. De dirts, dat is de metafoor voor het dagelijkse gebruik, de tactics. Weten dat je in een Instagram-chat maximum 15 mensen kunt toevoegen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat een Snapchat-video maximum 10 seconden duurt. Dat je best verticaal filmt. Ja. Dus die twee moeten combineren. De duidelijke strategie in de clouds. En de digital power skills in de dirts. En ook de verbinding ertussen. Want je kunt een heel goede strategie hebben, je kunt heel goede digital creatives hebben, maar als die twee niet linken met elkaar, dan zijn de vertaling moet goed gebeuren. Zijn ad hoc bezig en streven eigenlijk geen bedrijfsdoelstellingen na. Ja. Okay, het tweede eeuwig principe waar wij heel hard in geloven is dat digitaal niet gratis is. Mm-hmm. Dat is een misconceptie die heel veel bedrijven hebben. Post iets op Facebook, dat is gratis. Post iets op LinkedIn, dan hebben we free exposure. En dat klopt enigszins wel, maar niet volledig. Het is niet meer gratis. Je moet naar sociale media kijken als als kosteffectievere of efficiëntere kanalen dan dat je met print vroeger had.
rechts onderaan in het scherm zie je een voorbeeld van een advertentie van ons die wij vroeger plaatsten. Daar betaalden wij 6000 euro voor een opname van 45.000 magazines. Ja. Niche content, waar wij onszelf wel kenbaar wilden maken. Hoeveel kliks daaruit kwamen, dat weten we vooralsnog altijd niet, omdat je daar niet op kunt klikken op Ja, magazines. absoluut. Hoeveel projecten daaruit kwamen, weten we ook niet. We vragen altijd aan onze klanten, hoe komen jullie bij ons, maar nog nooit hebben ze gezegd via dat magazine. Nu zijn we sinds kort gestart ook met Facebook advertising, uiteraard. Practice what you preach. En voor 25 euro genereren we meer dan 48.000 impressions. Dat is 1-op-1 juist gemeten, want die metrics zijn er. De data ligt nooit. 480 kliks halen we daaruit en we halen daar minstens één project uit. Dus de ROI van social media is heel wat hoger als je sociale media en print advertising, of traditionele advertising vergelijkt. Ja. Maar je hebt het hier dus wel degelijk over betalende ads en niet over een gewone vrijblijvende gratis post. Nee, inderdaad. En ik denk dat bedrijven een beetje moeten afstappen van het punt dat op sociale media gratis zijn en dat we free exposure kunnen genereren. Mm-hmm. Dat kan nog altijd. Maar dan moet je heel, heel goed zijn op de bestaande kanalen. Als je op Facebook, LinkedIn, Twitter free exposure op een grote schaal wilt genereren, nou, dan moet je ongelooflijk goed zijn. Dan moet je creators hebben, de VRT, Studio Brussel, M&M. Ja. En kleinere bedrijven hebben dat meestal niet. Dus je moet op een andere manier proberen te tweaken om veel effectiever over te komen. Ja. En je ziet vandaag altijd heel veel KMO's in print investeren en eigenlijk breekt mijn hart daarvan, zeker als social media liefhebber. Ja. Als je de cijfers ziet, voor 25 euro genereer je veel meer reach dan dat je ooit zou kunnen doen in een magazine. Mm-hmm. En dat is denk ik een beetje de vrees nog altijd van KMO's om in het digitaal te investeren, want gaan we wel mensen targeten, gaan we die mensen wel bereiken, gaan ze onze boodschap wel zien en misschien een beetje de skills die nog ontbreken. Ik krijg hier een vraag die er mooi op aansluit. We zijn een B2B bedrijf, is Facebook dan wel nuttig voor ons? Ja, absoluut. Ik denk dat iedereen op Facebook zit en iedereen te targeten is via Facebook. Mijn dokter is aanwezig op Facebook. Mm-hmm. Mijn advocaat zit op Facebook, mijn vriendin, mijn moeder en mijn neefjes zitten op Facebook. Dus iedereen is daar terug te vinden. En ik denk dat een B2B bedrijf zeker op Facebook zaken kan doen en eigenlijk op gelijk welke kanaal zaken kan doen. Mm-hmm. Het belangrijkste is de content. Ja. En als je een goede boodschap hebt en dat op een toffe, leuke manier kunt overbrengen, dan score je. En vaak in B2B wordt er al snel teruggegrepen naar de boring-to-boring content. Ja, okay. En dat wordt vermomd als expertise. Ja, okay. Maar dat wordt dan snel heel saai. En denk als je als B2B-bedrijf meer op een B2C-manier communiceert, dat daar de grootste winst in zit. Oh. Zeker als je dat combineert met Facebook, de lage kost per klik die je daar genereert, dat je magnifieke resultaten kunt halen. Okay. Naast die kostefficiëntie is digitaal gewoon veel, is het gewoon meetbaar. Mm-hmm. Als je kijkt naar de simcijfers, de kijkcijfers, wordt dat uitgerekend op 1000 bakjes ja. die bij mensen thuis worden geplaatst en wordt dat extra geëxtrapoleerd naar de ganse bevolking. Dat kun je niet meetbaar doen. Nee. Facebook, LinkedIn, Twitter, social media geeft de metrics die juist zijn, 1-op-1. Vaak is er dan ook een discussie, is dat wel zo? Stel dat het 1% zou schelen, de juistheid. Dan spreken we nog altijd over een verbetering van 50% tot 75% in data. Ja. Ten derde is het schaalbaar, waar je vroeger met traditionele advertenties een gatekeeper had. Je moet je print indienen voor de zoveelste van de maand. Zeker op tv, dan moet je dat maanden van op voorhand kunnen plannen. Radio hetzelfde. Mm-hmm. Je hebt een heel hoge instapkost hier op Facebook. Je betaalt, of LinkedIn, je betaalt 5 euro en je bent vertrokken. Ja. Werkt dat goed? Wel, dan investeer je nog een keer 5 euro. Er is niemand die zegt, je mag niet of mocht wel. Ja, dus heel schaalbaar. Het risico is heel laag. Ja. Het risico is ook veel lager. En als laatste, het converteert het ook. Digitale media zijn de eerste vorm van advertising, waar je conversie en imago branding kunt combineren. Ja. Als je op tv een spotje lanceert, is dat vooral naar branding toe, naar awareness toe. Maar mensen kunnen niet doorklikken. Ja. Traditionele adverteerders zijn altijd op zoek geweest naar die manier om dat te combineren. Maar dat is altijd heel moeilijk geweest. Ja, je hebt het verhaal van de QR-codes gehad, maar dat vond ik ook niet echt doeltreffend. Inderdaad, ja. Het is nooit echt van de grond gekomen en heel effectief was dat niet. Nu op Instagram kun je een advertentie plaatsen die heel mooi gebrand is in je look and feel, waardoor je het imago van de organisatie kunt doorgeven. Ja. En mensen kunnen ook rechtstreeks doorklikken. Ja. Dat is nog nooit gebeurd. En ik denk dat je dat als marketeer moet omarmen en daar volledig op inzetten. Ja.
Karel heeft een vraag. Ik begrijp dat digitaal niet gratis is, maar hoe bepaal je voor welke ad of post je betaalt en de frequentie van betalende posts? Kortom, hoe bepaal je een digitale strategie? Hoe je een digitale strategie bepaalt, Dat is natuurlijk een... dat zou ons iets te ver leiden, maar ik denk dat je naar je budget klein moet starten. Slice the elephant. En dat je moet starten met minimum boosts. Dat je elke post een minimum aan exposure wilt geven. En zeg maar €3 investeert per Facebook post dat geplaatst. Mm-hmm. Om daar nog wat extra reach te genereren. Dan ga je in je data zien wat het er wel werkt en wat er niet goed werkt. Ja. Je mocht rekenen in België op een gemiddelde kost per klik van 30 cent. Mm-hmm. Als je daaronder zit, zit dat goed. Als dat erboven is, kun je wat tweaken. Ja. Natuurlijk, als je high-end Rolls-Royce auto's verkoopt, ja, dan is je kost voor je acquisitie, dan mag dat wat hoger liggen dan dat je iets verkoopt. Een consumergoed. Laag is. Maar je mocht rekenen op 30 cent per klik. Mm-hmm. Als je daaronder zit, wel, dan kun je perfect wat meer investeren daarin. Dus gradueel dat je daarin moet leren. Ja. Maar mijn tip die ik wil geven is, probeer ermee te spelen en wees niet bang. Doe dat met €3 per post of €1 per post als je dat kunt wil. En dan stapjes zetten en geleidelijk aan gewend wordt en meer en meer. Ja, als ik je zo hoor, dan kun je met een investering van €100 over een paar weken tijd al heel wat leren. Absoluut. Ja. Het risico is dan ook wel wat kleiner. Natuurlijk. Absoluut. Ja, ik denk dat elk bedrijf dat je met €1.500 per jaar, dat je daar al redelijk wat reach kunt halen. En dat je je eerste learnings kunt daaruit trekken. En dan geleidelijk aan wat meer en meer overschakelen naar digitale media. Die learnings zijn ook goed om je topmanagement te overtuigen. Hè. Om de eigenaar van de KMO, om daarmee naar de eigenaar te stappen en te zeggen, kijk, met €150 hebben we 100.000 mensen bereikt. Ja, absoluut. Versus de printmagazine waar we heel veel geld in investeren en wat komt er dan uit? Ja, dat is altijd koffiedik kijken natuurlijk. Okay. Het derde principe die ik wil meegeven is the first mover's advantage is a real thing. En dat is vooral voor kleinere organisaties echt heel, heel nuttig. Je moet proberen mee te springen of voor het peloton te springen. Mm-hmm. Hetzelfde een beetje zoals in de koers. Hè. Degene die het eerst springt en de 200 kilometer alleen rijdt. Die komt heel veel in beeld. Gaat hij de race winnen? Absoluut niet. Mm-hmm. Maar hij wel het langst in beeld geweest zijn. En de sponsors zijn dan blij. Voilà. En dat is op sociale media juist hetzelfde. Als je een klein bedrijf bent, moet je proberen als eerste te springen. 200 kilometer in het zicht te lopen van iedereen en dan de grote laten winnen. Want je kunt toch niet op tegen de MTV's, de CNN's, de Coca-Cola's van deze wereld. Mm-hmm. Dus probeer te springen en zoek naar het oneerlijk voordeel. Snapchat is er een mooi voorbeeld van, zeker als je dat vergelijkt met Google. Je kunt niet winnen tegen HubSpot op vlak van SEO, SEA. Mm-hmm. Ze hebben daar in-house 5 tot 10 experts zitten die elke dag, elke minuut kijken naar de zoekresultaten en alle content gaan tweaken. Mm-hmm. Bij Snapchat of bij een nieuw sociaal media is dat er niet. Hè. Er zijn geen in-house experten. Als je zo'n nieuw kanaal ziet, spring daarop. En je mag absoluut niet nadenken vanuit je persoon. Iedereen vindt Snapchat een beetje dom of awkward. Mm-hmm. Maar je moet proberen te denken als marketeer. En het voordeel in te zien voor je marketingplan, daarmee te testen en je unfair advantage zoeken. Want zoals je op de slide ook ziet, een kanaal stijgt in populariteit. En als jij daar in het begin op ingezet hebt, dan groeide met het kanaal mee. Ik heb zelf die luxe gehad. Mm-hmm. Ik ben een early mover geweest op Snapchat. En als Snapchat een klein beetje begint door te breken, springt de pers erop. Mm-hmm. En gaan ze artikels schrijven. Wat is Snapchat? Hoe gebruik je Snapchat? En wie moet je volgen? Ja. En als jij als klein bedrijf daar heel goed mee bezig bent, wees maar zeker dat je in die lijsten staat, omdat je heel weinig concurrentie hebt. Mm-hmm. Als het kanaal dan groeit, dan groei je mee, omdat de mensen jou volgen. Mm-hmm. Op het laatste nieuws ben ik gecoverd geweest op de 15 Vlamingen die je moet volgen op Snapchat. En ben ik van 700 naar 7000 volgers gegaan op één dag. Dus dat is echt een takeaway voor veel bedrijven. Je ziet er altijd meestal Studio Brussel staan, M&M, Sporza, omdat zij dat systematisch doen. Ja. Een nieuw kanaal, direct mee testen en dan komen ze altijd in de lijsten. Ik heb een vraag van Kurt. Toch wel allemaal in de veronderstelling dat je klanten op Snapchat zitten? Ja, inderdaad. Maar de first mover's advantage moet je bekijken als PR. Mm-hmm. Als je gecoverd wordt door HLN, door Nieuwsblad, als een KMO die het heel goed doet op Snapchat, dan ga je heel veel klanten bereiken. Ja. En op een gratis manier. En dan zet je ook gewoon in een artikel in de gewone media. Voilà, ja. Inderdaad. Mm-hmm. Dan moet je het meer als PR-stunt bekijken voor die kleine kanalen. Als dat dan groeit, dan gaan je klanten daar ook op zitten. En dan gaan je klanten u ook vinden.
Want als je achter de boot vist, of als je de dolfijn moet volgen, dan ga je hem nooit kunnen vangen. Je moet proberen ervoor te zijn. Het laatste eeuwig principe is disproportionele relevantie wint altijd. Dat is een beetje om terug te komen ook op de vraag van daarnet. Facebook, LinkedIn, Twitter. Als je goede content hebt, dan win je altijd. Als je heel goede YouTube-filmpjes hebt, dan gaan mensen kijken. Als je heel toffe zaken doet op Musical.ly, dan gaan je klanten u vinden. En des de omgekeerde of de paradox een beetje. Vroeger gingen wij als marketeers op zoek naar ons publiek. En nu moeten we dat proberen om te draaien en moeten we ons publiek ons laten vinden. En dan zijn we goed bezig. En dat doen we op vlak van disproportionele relevantie. Als we kijken op internet, zijn we enkel naar twee dingen op zoek. Hè? Kattenfilmpjes, entertainment, of spullen we 5, 6 uur op Wikipedia. Ik denk dat je dat zelf ook wel dat je zelf al betrapt hebt, 's nachts om 2 uur, dat je nog op Wikipedia-pagina's aan het doorklikken bent. Wel, er zijn maar twee behoeften zo online, entertainment en information. Ja. Als je als bedrijf daarop kunt inspelen, dan win je altijd. En best op de twee, denk ik. Voor je saaie imago misschien inderdaad. Een beetje te counteren. Als je dat kunt, de sweet spot vinden tussen entertainment en information, dan zijn ze altijd golden. Mm-hmm. Dat is heel moeilijk. Ja. Dus de infotainment manier. Dan moet je eigenlijk al een mediabedrijf een beetje aan het worden zijn om dat goed te doen. Maar probeer echt in te zetten op entertainment en information. En vraag jezelf af, als je content maakt, entertaint dit wel? Ja. Informeert dit wel genoeg? En je mag zeker niet bang zijn om te veel waarde te geven. Omdat je zoiets hebt van, misschien geven we nu te veel gratis weg en kunnen we niet meer kapitaliseren daarop. Dat is absoluut geen waar. Ja. Laat uw customers maar komen en dan creëer een grote hefboom om ze te closen. Okay. Je moet kortom van zender naar ontvanger moeten omdraaien en moeten nadenken van, hoe kan ik content creëren die mijn ontvanger vandaag al bekijkt, die mijn klant al interesseert en kunnen wij daar iets rond maken. Dan gaan we altijd interesse creëren. En als we er al mee bezig zijn. Oké, dat zijn de 4 eeuwige principes. En ik hoop dat de mensen die de webinar volgen daar zeker zullen op inzetten. Mm-hmm. En dan kunnen we nu op de 10 dingen verder ingaan. Op de nieuwe zaken dat je zeker moet bekijken. Eerst wil ik stilstaan met de usual suspects. De zaken die we eigenlijk al kennen. Maar zo de kleine dingetjes die misschien vergeten zijn. Of waar we nog kunnen verbeteren. Ja. Het eerste daarbij is de Facebook Unpublished Posts. Dat zijn artikels dat je niet, of posts dat je niet op je pagina gaat plaatsen, maar dat je naar een hyper-target publiek gaat sturen. Ja. Stel voor deze webinar, willen we reclame maken, maar dan gaan we dat niet op onze pagina plaatsen, maar dan gaan we sturen naar mensen die geïnteresseerd zijn in social media. Mm-hmm. Denk maar functie social media managers, marketing managers, communicatie managers, bij bedrijven à la de Vlaamse streek, kleinere bedrijven misschien, of small and mid-sized businesses. Die mensen krijgen dat te zien in een Facebook-timeline, die kunnen doorklikken om zich te registreren op de webinar. Dat komt niet op je pagina, en dat zorgt ervoor dat je je pagina altijd leuk kunt houden en een heel laagdrempelige content kunt erop plaatsen, en dat je niet zo commercieel overkomt. Ja, dus mensen die niet geïnteresseerd zouden zijn in het webinar, worden ook niet gepest met te veel commerciële content. Ja. Absoluut, absoluut. Zo hebben we enkele jaren terug een vriend van mij bijstaan die een hamburger tent heeft in het West-Vlaamse. En hebben we op stadsniveau de middelbare jongeren target, mannelijk publiek, omdat we weten dat hamburgers, dat jonge meisjes minder geïnteresseerd zijn in hamburgers 's middags. We hebben iPhone-gebruikers getarget, die niet op wifi zaten, omdat die ofwel thuis of op school zaten. Dus we wisten dat ze on the road waren. De tekst was, iPhone-users krijgen 10% korting in onze hamburger-tent. We wisten dat ze een iPhone hadden, dus die mensen dachten, oké, ik heb een iPhone, ik ga 10% korting gaan krijgen. Maar wij wisten, iedereen die we targeten heeft een iPhone. Mm-hmm. Na 2 weken hebben we die advertenties moeten stoppen, omdat het te populair werd. Het werd te druk en mijn maat kon niet meer mee met het bakken van de hamburgers. Amai. Dus die Facebook unpublished posts zijn super, super, super effectief. En ik denk dat elk bedrijf, als je iets zou moeten doen straks, is naar facebook.com/business surfen en die unpublished posts beginnen gebruiken. Ja. Dat is ongelooflijk. En dat is de screenshot die wij van de instellingen die we hadden ingesteld om te hypertargeten. Je ziet ook naar interesse Burger King, omdat we dan een publiek targeten die meer geïnteresseerd is in de high-end hamburger versus de McDonald's die fastfood is. Dus je kunt echt op het niveau van tot 1000 mensen kunnen targeten, specifiek. Ja. Dus ik moet ook niet vertellen dat dat echt
krachtig is ja. om mensen te En kijken. Ter interesse, wat voor geld heb je hierin geïnvesteerd? Hoeveel kostte deze campagne? Dat was 100 euro op de volledige looptijd hebben we geïnvesteerd. 100 euro per week, dus 200 euro in totaal hebben we geïnvesteerd. Okay. En maat kon de vraag niet meer aan. Ja. Dus ik denk voor elke KMO dat het betaalbaar is. Zeker Facebook is zodanig groot dat zij die kost per kliks heel laag kunnen houden. Dus daarom is dat altijd heel betaalbaar ja. en heel effectief. Het tweede waar veel mensen over kijken, zijn, of die misschien niet voor de hand liggend is, is Facebook Groups. In plaats van een pagina raad ik aan om ook eens te experimenteren met groepen. Mm-hmm. Zeker naar personal branding toe, zeker in B2B, kun je eigenlijk een groep aanmaken rond het topic die je verkoopt. In ons geval zou dat bijvoorbeeld sociale media advies kunnen zijn, growth hacking, digitale transformatie. En daar kunnen we allemaal mensen op uitnodigen die geïnteresseerd zijn in sociale media. Daar gaan we elke dag iets op posten die waarde kan brengen. Zo krijgen mensen het idee van, oh, die mensen zijn echt experts. Als we ooit eens hen nodig hebben op vlak van advies, dan gaan we die contacteren. Ja. Dus ik denk, een groep is echt iets overzien. En daar zit ongelooflijk veel upside in, omdat je daar 100% organisch bereik hebt. Op je pagina, als je 100 mensen of 100 likes hebt op je page, ga je maximum 5 tot 10 mensen organisch bereiken. Die andere 90 ga je moeten voor betalen om hen te bereiken. Mm-hmm. Dat kunnen dan met die Facebook unpublished posting. Ja. Op een pagina heb je 100% organisch bereik. Mm-hmm. Daarnaast creëer je een echte community waar dan mensen ook met elkaar communiceren. Ja. We noemen snel social media al community management, maar een pagina is dat eigenlijk niet. Hè. Dat is nog altijd wij naar hen communiceren en in het beste geval zij, de klant die terugcommuniceert naar ons. Reacties post, die reacties post. Maar echt met elkaar in interactie gaan, dat gebeurt heel weinig op Facebook pages. In zo'n groepen gebeurt dat wel. En dat is een ongelooflijke grote bron naar inspiratie toe, ook voor jezelf. Het derde is LinkedIn articles, die heel zwaar onderschat is. We zien dat het organisch bereik bij company pages op LinkedIn heel hard aan het dalen is. Dat komt door de overname van Microsoft. Dus ja, ik krijg daar nu net ook een vraag over binnen. We hebben een LinkedIn pagina die in het verleden het heel goed deed. Op dit moment merken we dat de posts die we posten, ik kan het niet goed lezen, dat de posts die we posten niet altijd nog zichtbaar zijn. Inderdaad, dat klopt. LinkedIn is een beetje hetzelfde spelletje aan het spelen zoals Facebook in de tijd en is van organisch bereik naar paid reach aan het gaan. Okay. We zijn gewend dat LinkedIn heel goed werkt, maar nu is dat aan het overslaan. Mm-hmm. Dus raad ik aan om daar om van uw company page meer in te zetten op de profielen van uw medewerkers. Mm-hmm. De kracht, en zeker in B2B, zit in het netwerk van de mensen. Eerder dan in de company page. En dat komt door de overname van Microsoft, omdat zij 26 miljard betaald hebben voor LinkedIn. Mm-hmm. En ze willen natuurlijk dat het geld daar terug uitkomt. Ja. Dus ze zitten heel zwaar in op paid reach, waardoor het altijd duurder en duurder zal worden om te adverteren op LinkedIn. En net daarom zijn die articles ongelooflijk krachtig om op in te zetten. Dat is een groot verschil met een update dat je plaatst. Mm-hmm. Je kunt op LinkedIn een update plaatsen en dat komt dan in de timeline van de mensen. Als je een artikel publiceert, dan krijgen mensen een melding. Dus dan zie je, oké, Evelien heeft een nieuwe artikel geschreven met die titel. Mensen klikken erop, dat ziet er ook altijd heel goed uit. Ja. En zo kun je opnieuw recht in je doelgroep, met een hoog organisch bereik, je audience echt warm maken en tonen van, kijk, wij zijn experts, we hebben iets aan te kondigen, een nieuwe promotie, enzovoort, enzovoort. Plus, je ziet daar heel veel information die eruit komt. Je ziet wie dat er geliked heeft, je ziet wie het artikel heeft bekeken. En dat is altijd goed om leads te genereren op die manier. En raad je ook aan om echt te investeren in advertenties op LinkedIn? Of? Dat zou ik niet doen. Ik zou, als je een keuze moet maken, ook als B2B-bedrijf, zou ik eerder zeggen, investeer en probeer u te richten op Facebook-advertising eerst. Ja. En als dat goed gaat, kijk dan naar LinkedIn. Ja. Dus ik zou eerst Facebook unpublished posts en dan LinkedIn-articles en dan pas uw LinkedIn paid reach doen. Oké, goed. Als tweede, de new tech, nieuwe technologie in marketing. En daar zien we één heel grote hype opkomen. Dat zijn de bots, de chatbots voornamelijk, die geïntegreerd worden in Messenger, Slack, WhatsApp. We zien ze meer en meer opkomen. Dat is ook iets die heel krachtig is en iets heel, heel tof en nieuw is. We zien vandaag dat de grote bedrijven erop inzetten, omdat het nog redelijk wat geld kost om zoiets te developen.
We zien de Ray-Bans van deze wereld daarop inzetten, op die artificiële intelligentie. We zien Sony Pictures, die een heel departement van service providers gerepurposed heeft, zo heet dat dan in Amerika, en dat vervangen heeft door een chatbot. Als je vragen hebt rond een film, dan wordt dat nu automatisch beantwoord door een bot. En KBC Kaching heeft dat nu ook geïntroduceerd. Dat zorgt eigenlijk voor een meer geautomatiseerde flow naar customer service, enerzijds, maar anderzijds ook naar verkoop toe. Ik heb een vraag, welke film speelt er vanavond? Of ik zou graag La La Land zien, wanneer kan ik komen? Wel, dan zou een chatbot van Kinepolis mij kunnen zeggen, Nick, ik zie dat je in Aalst bent, vanavond speelt hij in Gent en Brussel om 8:30 en om 9 uur, wil je dat ik tickets koop voor jou, ja of nee? Ja. Dus je ziet, het wordt een heel andere flow dan dat je zelf moet beginnen zoeken en met pop-ups werken, met banners werken. En een chatbot is ongelooflijk krachtig naar die conversatie. En met een simpele opt-in kun je heel nabij zijn bij de mensen en kun je heel converterend werken, omdat je in die messenger bot, in die messenger zit. Facebook Messenger, Slack, WhatsApp, we gebruiken dat allemaal vandaag al. Dat is artificieel intelligent. Vandaag is het nog prematuur en er zijn weinig agencies in België die daar heel goed in zijn. Ja. Barnyard is daar heel sterk mee bezig. En je kunt zelf al wat experimenteren ook. Via Mea.ai kun je zelf wat spelen en je eigen chatbot al een keer proberen op te zetten. Okay. Super tof om daar een keer mee te spelen. Het is ook tof als mensen zich opt-in hebben op de chatbot. Eigenlijk, ze hebben hem eenmaal gebruikt, dan staat uw klant in de database. Stel in Messenger, Facebook Messenger, dan kun je de data van Facebook opnieuw gebruiken om die mensen te targeten. Ja. Dus dat is echt een upside voor de marketing. Dat je mensen altijd opnieuw een pushbericht kunt sturen op basis van hun interesses. Ja. Dus echt een, iets dat je zeker moet blijven uitkijken en in gaten blijven houden. Chatbots. Dan vragen mensen mij heel vaak, wat is nu het nieuwe grote social media die op de deur staat te kloppen? Wel, volgens mij is dat Musical.ly, musical.li. En dat is een beetje een mix tussen Snapchat en Dubsmash. Het appje die we 2 jaar geleden zagen opkomen in Facebook, de voice-over die we heel vaak zagen terugkomen. En dat is nu in een appje gegoten. Het is razend populair bij jongeren, voornamelijk momenteel tot 18 jaar. Dus een heel jong doelpubliek die eigenlijk voor marketeers heel welkom of dankbaar is. Tot 18 jaar is al altijd een heel moeilijke groep geweest om te bereiken. Nu met Musical.ly is dat opnieuw een pot of gold, de nieuwe Snapchat, een beetje. En volgens mij is dat the next big thing. Zeker als je kijkt naar het aantal gebruikers. Het bestaat een jaar of 2, 3 momenteel. En het telt momenteel 100 miljoen gebruikers, actieve gebruikers per maand. Dat is ongeveer evenveel als LinkedIn. Dus we kunnen niet spreken van een klein appje. Het is eigenlijk al heel, heel groot. Er worden op de app of via de app 12 miljoen video's per dag geüpload. En eigenlijk moet je je een beetje voorstellen, de Soundmix Show van vroeger. Ja, oké. Eigenlijk is Musical.ly een verzameling van korte 10, 15 seconden filmpjes van de Soundmix Show van vroeger. Voor een jong publiek. Als ik er naar kijk, ben ik super jaloers op de jonge generatie. Die jongens zijn super talentvol. Zingen, dansen, mopjes vertellen. Dat is ongelooflijk. En eigenlijk zijn het een beetje, ja, het zijn bijna professionele videoclips die worden gemaakt. Kleine snackbites. Het is razend verslavend. Ik maak zelf nog geen filmpjes op Musical.ly, maar als ik start met kijken, dan ben ik vertrokken voor een half uur. Het is superleuk om te zien. En waar raad je nu concreet aan voor de KMO hier om de hoek? Moeten zij hun CEO aan het Musical.ly laten beginnen? Wel, als je een CEO hebt die heel goed kan dansen, of die hoe mopjes kan vertellen, dan zou ik dat zeker doen. Ah. Er zijn altijd 2 mogelijkheden met zo'n nieuwe apps. Je doet het zelf, of je kijkt naar de mensen die het goed doen, en je gebruikt hen om exposure te krijgen. Ja. Dus je moet ten eerste een app downloaden en ermee beginnen spelen en kijken, werkt dat, is dat iets voor ons? Past dat in onze strategie? En als het dan past, dan moeten we kijken, oké, gaan we dat zelf doen, of gaan we iemand contacteren? Want bijvoorbeeld als we kijken in België, voor een klein appje die niet zo gekend is. De grootste influencer die op het platform is Steen DD. Ze is 15 jaar. Ze heeft ondertussen 275.000 fans. Ja. Naast Musical.ly is zij niet zo gekend. Dus zij is geen YouTube-influencer of Instagram-model. Maar ze is wel razend populair op Musical.ly. Als je een bedrijf hebt die iets kan voorzien voor haar, die ik denk maar iets een t-shirt kan geven of een pet of een hoed of schoenen of whatever, wel, dan gaat zij dat dragen. Dan gaat zij gratis reclame maken voor u. Net omdat zij naast Musical.ly nog niet zo gekend is. Ja. Dus dat is echt een upside en dat is opnieuw dat first movers advantage dat je hier hebt. Zowel
als voor eigen gebruik, als voor influencer dat je mee kunt werken. Dus ik denk dat je als marketeer, zeker in een kleine organisatie, daarop moet inzetten. Okay. Want daar zit een upside, omdat je nooit gaat winnen tegen Studio Brussel op Facebook, maar wel op Musical.ly. Nummer 4, nieuwe advertentieopportuniteiten. Daar wil ik het graag hebben over Snapchat. De app die doodverklaard wordt door heel veel mensen, maar dat is eigenlijk niet waar. Binnenkort gaat Snapchat in België de on-demand geofilter lanceren. En dat is iets superleuk. Mensen, we hebben gezien dat er heel wat mensen al op Snapchat zitten die aan het kijken zijn. Dus als je een foto maakt op Snapchat, kun je swipen en kom je plots een geofilter tegen. Ik zie dat bijvoorbeeld als ik hier in Leuven toe kwam daarnet, maakte ik een foto, swipen en dan zie je een geofilter Leuven. Ze hebben dat in Amerika en in de UK geïntroduceerd, en ondertussen ook in Nederland, geïntroduceerd voor bedrijven. Stel, ik kom hier binnen, ik neem een foto, ik swipe, krijg plots de geofilter van Leuven, maar daarnaast ook de geofilter van het innovatiecentrum. Ja. Dus iedereen die in uw locatie, in uw perimeter stapt, kan uw geofilter gebruiken. Ja. We hebben dat gezien op Tomorrowland, we hebben dat gezien op Rock Werchter, Club C heeft dat gedaan. En dat zorgt ervoor dat je heel veel awareness creëert via andere mensen. En je zit recht in het netwerk en je target een jonger publiek. Ja. Wat dat opnieuw een heel moeilijk te bereiken publiek is. Zeker via traditioneel kun je dat amper nog bereiken. Dus moet je zoeken naar toffe leuke dingen. Het is ook niet zo intrusief, want mensen kiezen zelf om uw logo op hun Snapchat te plaatsen. Dus ik denk dat dat een ongelooflijke opportuniteit is voor heel veel bedrijven. Denk maar als je een bedrijfsevenement organiseert, dat je uw logo erop kunt plaatsen. Als je ergens gaat spreken, dat je een soort van animatie van jezelf maakt en dat mensen dat daar kunnen op plaatsen. Het is betalend, maar het is spotgoekoop. Je betaalt $5 per dag per vierkante kilometer. Dus om deze perimeter van het gebouw te nemen, zou ons dat $5 per dag kosten. Wat dat echt spot goedkoop is. Het is nog niet zelf te configureren. Je moet via een partner gaan van Snapchat, omdat zij de kwaliteit willen waarborgen. Ja. En momenteel is het nog niet beschikbaar in België, maar ik zou aanraden, hou het in de gaten. Op het moment dat je ziet dat het beschikbaar is, zou je de reflex moeten nemen om het te doen. Meteen. Is het dan ook een idee voor daar dadelijk een soort kortingsbon of een eender wat incentive bij te voorzien? Absoluut. Dat is de perfecte reflex. Ik denk maar als je een winkel hebt, een retail store, het logo erbij plaatsen en als je hem gebruikt, dat je bijvoorbeeld 5% korting geeft. Mm-hmm. Of gebruik onze promocode voor 5% korting. Ja, dat is mega. En zo kunnen we opnieuw tracken wie dat er de code heeft gebruikt en kunnen de effectiviteit van uw advertenties ook nog beginnen meten. Okay. Dus ik zou zeker zeggen, doe dit als het uitkomt. Dan wil ik nog heel even terugkomen op het hele debat van Snapchat is dood en Instagram Stories heeft Snapchat gekopieerd. En dat is ook zo. En ik denk dat je als bedrijf ook de beide moet bekijken en kijken wat je ermee kunt doen. Al naar gelang je strategie op het een of het andere inzetten, of op beide. Maar we zien inderdaad dat Snapchat eigenlijk weinig van zijn kracht verloren heeft, globaal gezien. Het is geen het is geen verhaal van of Snapchat of Instagram. Het is eerder een en-en verhaal. Ja. Zeker als je kijkt naar de doelgroep die de kanalen gebruikt, zie je dat een jonger publiek Snapchat blijft gebruiken voor één-op-één communicatie. Ja. Instagram is meer het modellenplatform waar we heel mooi vormgegeven filmpjes willen plaatsen. Ja. De stories gaan altijd heel mooi zijn op Instagram. Snapchat is meer één op één en de gekke kuren naar elkaar sturen. De stories gaan meer naar Instagram. Één op één filmpjes sturen naar elkaar, dat is Snapchat. Ja. En als je kijkt naar de data, dan zie je dat Snapchat nog altijd heel stevig staat, Instagram nog altijd heel stevig staat. En dat Instagram een iets ouder publiek is en Snapchat een iets jonger publiek. Dus een andere doelgroep, een ander gebruik, dus we kunnen die eigenlijk niet vergelijken. Ja. Nu, maar je spreekt over heel mooie filmpjes en dergelijke. Ik krijg net de vraag van Cathy, dat de creativiteit van iedereen toch wel heel hard gestretched wordt voor de invulling te geven. Professionele hulp lijkt welkom, maar dat lijkt ook als klein bedrijf niet erg eenvoudig. Ja. Zijn daar oplossingen voor of wat raad je aan? Ik denk dat je er niet moet in overdrijven naar die professionalisering van de content toe. Ik denk dat het belangrijkste is dat je de ziel en het DNA van je bedrijf toont. Als je eerlijk bent en toont wie je bent als bedrijf, zeker als KMO, je verhaal brengt,
documenteert van uw journey, dat heel veel mensen daar al geïnteresseerd in zijn. Denk maar, de eigenaar van een kleiner bedrijf, die zijn bedrijf van 3 mensen naar 30 mensen opbouwt, dagelijks kunnen dat volgen, zijn een strijd, een hustle, dat veel mensen dat zouden volgen. En zal dat professioneel vormgeven zijn? Waarschijnlijk niet. Wat is de inhoud, de boodschap en hetgeen dat je ziet? Authenticiteit. Ja. Authenticiteit wint altijd. Human is nog altijd beter dan kwaliteit. Dan de blind spots. En dat zijn 2 kanalen die ik wil aanhalen, omdat heel weinig mensen die kennen en waar er heel veel upside in zit, zeker naar de niche toe en als je jezelf als expert wilt profileren. Het eerste is Reddit, een beetje een niche platform. En je moet je eigenlijk een beetje Twitter voorstellen, maar nog sceptischer. Nog meer niche, nog meer awkward zaken die er worden gepost, maar een heel loyaal publiek. Dat is zo, sceptici, als je ze kunt overtuigen, zijn ze levenslange ambassadeurs voor je merk. Daar worden heel veel vragen gesteld. En je ziet dat het heel veel mensen bereikt en heel veel mensen er gebruik van maken. We spreken van 250 miljoen actieve gebruikers, dus het is even groot als Snapchat. Dus daarom is het ook een blind spot, iets zo groot, die zo weinig wordt overgesproken. We spreken van Reddits en subreddits. Het is een beetje een forum, waar je een forum had met threads, waar mensen zaken konden inposten, maar ook konden reageren tegen elkaar. En dat je een soort van credibiliteit opbouwt. Hoe meer goede antwoorden je geeft, hoe meer mensen naar je zullen luisteren en hoe meer mensen zullen vragen naar je. Dat is waar marketing om draait. Hè. Als je een credibility opbouwt en mensen vragen naar u om uw advies rond zonnepanelen, ik zeg maar iets, wel, dan is de stap naar het verkopen van een service rond zonnepanelen heel klein. Ja. Ik denk dat je dat op Reddit zeker kunt doen, omdat dat die niches er zijn, voor ook lokaal wordt er heel veel gezocht, en dat die hipsters daar ook zijn. Reddit wordt vooral gebruikt voor self-education. Mensen gaan er naartoe om zaken te leren of om een fun time te hebben. Dus opnieuw information en entertainment, als je kunt voorzien daarin, zijn we goed bezig. Vooral de innovators. Als je een innovatieve doelgroep voor ogen hebt, zouden moeten kijken naar Reddit. En zouden moeten in de search zoeken naar uw termen. Als je zonnepanelen verkoopt. Passieve huizen, dergelijke. Ja. Voilà, zouden dat moeten beginnen zoeken. Ook naar inspiratie toe. Waar praten die innovators over? Ja. En kunnen wij daar iets in voorzien? Misschien niet op Reddit, maar wel op Snapchat of op Facebook of op LinkedIn. Maar je weet dat mensen er toch al mee bezig zijn op Reddit, dan kunnen we dat gebruiken als content voor op Facebook te plaatsen. Ja. Het tweede is Quora. En we zien in het voorbeeld, what are the best bars in Ghent? What are the best hidden spots in Antwerp, Belgium? Dus je merkt, dat is echt een Q&A platform. Ja. Ik heb een vraag, ik zal dat op Quora plaatsen en andere mensen kunnen daarop reageren. Gemerkt, dat is een ongelooflijke bron aan informatie enerzijds. En anderzijds opnieuw om aan te tonen van kijk, je zoekt een goede bar in Gent. Ik heb een café, een lokaal restaurant. Wel, als ik mijn naam daar kan plaatsen, dan zijn we zeker dat die mensen daar naartoe gaan. Ja. Heel veel Quora gebruikers opnieuw, 100 miljoen actieve gebruikers, even groot als Pinterest, LinkedIn, Musical.ly. Dus je kunt je voorstellen, als er toeristen naar Gent komen en uw restaurant staat daarbij, dat er heel veel mensen dat wel gaan checken. Dus het is belangrijk om daar te zijn. Je weet wat dat de mensen vragen, waar ze mee bezig zijn, als er zaken onduidelijk zijn, waar je opnieuw kunt op inspelen op andere kanalen. Je kunt die vragen beantwoorden op Quora, maar ook op je eigen blog. Dus je neemt enkele vragen. En dat gaat beantwoorden voor het via LinkedIn articles. Ja, je maakt er een mooi artikel van. Je maakt er een mooi artikel van en zo zijn ze vertrokken. Ja. Je bouwt daarmee autoriteit op. Je krijgt nieuwe ideeën en het is heel goed voor te researchen. Dus 2 super toffe blindspots. En ik wil daar trouwens ook nog Instagram stories en Instagram live aan toevoegen. En wat is het verschil daartussen? Dus stories is een beetje de Snapchat feature, die is gekopieerd. Dus heel weinig bedrijven gebruiken dat momenteel. Dus ik zou zeggen, experimenteer daarmee. En Instagram heeft ook live nu uitgevonden. Als je in je story zit, kun je een filmpje maken en dat posten, maar kun je ook live gaan. Ah, ja. En eigenlijk kun je altijd je eigen webinar starten. Ja. Op die manier. Ja. Dus ik raad zeker aan elke KMO om daar een keer mee te experimenteren. Tijdens de lunchpauze zet die live aan en praat tegen je gsm, samen met een collega over wat dat gaan doen zijn, wat de week nog brengt. Okay. Nummer 6 dan, influencers, een hot topic. Mensen blijven erover praten en terecht ook. Want een influencer heeft heel veel kracht en heel veel impact. Ja. Mijn takeaway voor jullie is dat je grote influencers moet vergeten. Daar moet je niet mee bezig zijn, zeker als KMO.
Die mensen kosten veel te veel geld en hebben eigenlijk te weinig impact voor een klein bedrijf. Maar dat is goed voor de Nikes en voor de Adidas'en. Zij kunnen die awareness en die touchpoints wel inbrengen, maar een KMO moet nog altijd impact genereren. Ja. Daarom spreken wij veel liever van de Power Middle Influencer. En gemikt op mensen met ongeveer 10.000 volgers, Facebook-pagina's met 10.000 likes, Instagram-accounts met 10.000 volgers ongeveer. Want dat zijn mensen die eigenlijk nog niet heel veel aangesproken zijn geweest door bedrijven. En die vaak nog niet doorhebben dat ze influencer zijn. Ja, okay. En die mensen kunnen makkelijker aan uw kar koppelen, of door uw kar krijgen, om samen te werken met u. Waar je met grote influencers iets gaat sturen, heel veel gaan moeten betalen, en waar zij on hun terms zaken gaan doen, gaat bijvoorbeeld dit meisje, deze danseres, gaat ermee kunnen samenwerken, gaat een tof filmpje kunnen maken, en gaat er veel meer impact genereren naar de doelgroep, naar haar volgers, die zij wel heeft, want meer dan 10.000 mensen die haar post bekijken. Maar ook hier weer de vraag, en wat met B2B? Moeten we dan naar een aantal experts over bepaalde topics kijken? Absoluut, ja. Want dit is allemaal heel sexy natuurlijk. Ja, hè? Inderdaad. Ja. Ik denk maar bijvoorbeeld in onze sfeer, Steven van Bellegem, contacteren Nade van PTM, Yoko Drouin, contacteer die mensen en stel u heel authentiek op. Mm-hmm. En zeg van kijk, we zijn op zoek naar nieuwe manieren om onze doelgroep te bereiken. We denken dat we dat samen met u ook kunnen. Ja. En probeer altijd de win-win te benadrukken. Hè. Bijvoorbeeld voor dit meisje, zij kan kleren krijgen, zij kan een tof filmpje maken waarin het gefaciliteerd. Content is ook voor hen belangrijk. Ja. Als je hen een dag fotoshoot kunt aanbieden, waar zij ook heel leuke foto's van heeft, wel, dan is dat ook een win voor haar. Dus zoek de win-win en werk samen met die power middle influencers. Ja. En je zult merken, die mensen zijn een stuk creatiever dan de known influencers die we allemaal wel kennen. Okay. Dus die power middle influencers zijn echt de sweet spot. Daarnaast heb je ook guest creators. En dat zijn mensen die minder volgers hebben dan jij zelf. Mm-hmm. Maar die wel heel goed kunnen die skills in de vingers hebben. Denk maar aan kleine blogs in de industrie. Iemand die af en toe schrijft rond zonnepanelen, bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. Denk aan zonnepanelen, ik weet niet waarom, omdat de zon uitzet, misschien vandaag. Ja. Maar die kleine blogs, ze hebben die skills, maar vaak niet het platform om hun skills te tonen. Wel, jij hebt dat wel. Als ik een Facebook-pagina heb met 5.000 volgers, dan kunnen zeggen, we zien dat je een heel mooi artikel schrijft, zullen we dat ook een keer willen doen voor ons? Ja. Wij gaan uw artikel featuren op onze site, aan het doorposten op onze kanalen, waardoor dat je een duidelijke win-win creëert. Je vermeldt natuurlijk die persoon die dat geschreven heeft, waardoor dat die persoon wat meer influence krijgt. En zo bouw je echt een band op met die guest creator. Ja. Op die manier. Dus influencers, vergeet de top, maar probeer power middle te zoeken en werk samen met guest creators. Nummer 7 dan, de nieuwe gatekeepers. Een gatekeeper is bijvoorbeeld Google. Als we iets willen online plaatsen, dan moeten we via Google of moeten we naar Google stappen en geld betalen om daar te mogen van boven staan. Of we moeten aan onze SEO sleutelen om onder de betaalde search resultaten te staan. Wel, net nu dat we dat beheersen. Min of meer, want het is nog altijd niet gemakkelijk. Min of meer. Ja. Of net nu er ook heel veel agencies zijn die dat aanbieden, zien we dat er eigenlijk ook een nieuwe gatekeeper staat te wachten. Okay. Dat is de voice search. Mm-hmm. Ik denk voor de mensen die een smartphone hebben, dat we er allemaal al mee aan het experimenteren zijn geslagen. Ik heb onlangs de nieuwe iPhone gekocht en ik ben verslaafd aan Siri commanderen om de timer te zetten als ik spaghetti kook. Dus het is altijd, hey Siri, timer op 7 minuten en dan vind ik het altijd nog super tof als zij zegt, oké, de timer loopt. Maar we zien inderdaad dat er heel veel mensen dat tof beginnen zien. Zeker in Amerika zien we dat een derde van de zoekopdrachten via voice gebeuren. Denk maar aan mensen in de auto. Het is veel sneller om te vragen, zoek eens dit op. Naar welk restaurant kan ik gaan? Welke film speelt er vanavond? Speelt La La Land in Kinepolis Gent vanavond? Ja. En dan vraagt Siri ook meteen, ja, het speelt. Wil je dat ik tickets boek voor jou? Ja. Wel, als cinema, als je Kinepolis bent, wilde dat Siri verwijst naar u. Ja. En wilde niet dat dan naar een concurrent van u verwijst. Absoluut. Dus dat is die nieuwe gatekeeper. Je moet zorgen dat je in die voice search embed bent. Daarvoor moeten weten welk device dat uw publiek gebruikt. Als ze iPhone gebruiken, als ze Android gebruiken, want dat zijn andere
voice search mogelijkheden. Je hebt Siri, je hebt Alexa, je hebt Google Now, je hebt Cortana. Dus gewoon weten welke devices je doelpubliek gebruikt, omdat je dan daarop wilt verschijnen via die gatekeeper. Je moet afstappen van die geschreven keywordstructuur, dus je mag dat niet één op één kopiëren, want je spreekt anders dan dat je zoekt. Als je googelt naar de CEO van Apple, dan gaat de Apple CEO of CEO Apple en dat wordt aangevuld dan en dat klikt. Dat is niet menselijk. Als je spreekt, dan gaat je vragen, hey Cortana, wie is de CEO van Apple? Dat is een heel andere manier naar uw SEO, die we dan vroeger zeiden. Ga je ook andere structuren moeten gebruiken om als eerste te verschijnen of aangebracht te worden door die voice search. Ja, maar ik zie er ook staan, vooral belangrijk voor lokale en impulsaankopen. Zeker, omdat je dat gaat vragen. Hè. Mijn spaghetti is op, waar kan ik spaghetti kopen? Ja. Dan gaat hij geven, de Koolruid om de hoek, daar moet zijn. Maar als je Carrefour bent, wil je daarboven staan. Ja. Wil jij recommend worden. Dus zeker voor lokaal en impuls zal dat in de eerste instantie heel belangrijk zijn. En daarna, als we meer en meer voice search gaan gebruiken, zal dat voor iedereen opnieuw belangrijk zijn. Okay. Net zoals SEO en SEA. Vroeger was dat ook lokaal en impuls. En nu zien we dat dat eigenlijk voor alles is. We gebruiken Google voor alles, of search voor alles. En dan zien we ook dat er nog nieuwe gatekeepers zullen aankomen na die voice search. Voice is nu het meest aan het doorbreken. Maar denk maar, als we de self-driving cars willen krijgen, dat de car search nog meer zal zijn. Dat zal gekoppeld zijn aan voice. Maar bijvoorbeeld Tesla zal een nieuwe gatekeeper worden in die zoekresultaten. En nog verder de Internet of Things search. Als we de connected fridge zullen hebben en uw pakje melk is op, wel, dan zal die frigo normaal zien aanbevelen, kijk, de melk is op, Nick, wilde dat ik nieuwe melk bestel? Ja. En ik ga niet meer zeggen, ik wil dat van de Koolruid of ik wil dat van Amazon. Nee, dat zal geïnstalleerd zijn in de software van die connected fridge. Dus je zult ervoor moeten zorgen dat je als bedrijf, zeker als klein bedrijf, ook meedoet daarin. Want anders zullen we volledig vergeten worden. Ja. Dus hou uw ogen open voor de nieuwe gatekeeper. Er staat ons heel wat te wachten. Inderdaad. En als marketeer moeten we proberen altijd te skaten waar de puck aan het gaan is. Ja, oké. Okay. Ja. En dit is een mooi voorbeeld daarvan. Die voice en die car search. Dan als achtste wil ik de dood van de website aankondigen. En wil ik eigenlijk een beetje benadrukken dat je minder moet focussen op je website als vaste stack. Mm-hmm. We moeten meer proberen in te zetten op flexibelere zaken. Ja. Denk maar aan landingspagina's en denk maar aan blogs, waar je heel snel content kunt plaatsen met een simpele WordPress-zaken opzetten. En eigenlijk wil ik een beetje die agentschappen die misbruik maken van de KMO's en heel dure websites verkopen. Yes. En als je dan backend kijkt, dat gewoon een simpele WordPress is van 25 euro, dat wil ik echt, daar wil ik komaf mee maken. Dus kijk een keer naar WordPress en wat je daarmee kunt doen. Of zeg dat ook tegen je websitebouwer. Van, kijk, het enige dat ik wil is een simpele blog, waar we heel snel op een mooie manier onze content kunnen delen en met de functie om landingspagina's te creëren, omdat je mensen daarop kunt laten landen om zaken om mensen te converteren. Ja. Bijvoorbeeld voor deze webinar, mensen landen op de landingspagina, laten een e-mailadres na, kunnen betalen, daarvoor heb je geen website nodig. Een landingspage is genoeg, met een blog eraan gekoppeld om wat content te plaatsen met informatie rond de webinar. Daarnaast zien we de digitale massakanalen, social, we hebben het daar net over Reddit, Quora, het ze allemaal. Hè. Zet daar meer op in, stuur mensen via die massakanalen naar uw blog en of naar uw landingspagina, probeer te verwijzen naar elkaar. En als die mensen geconverteerd zijn, probeer ze dan via één op één communicatie warm te houden of warm te maken. De e-mail bijvoorbeeld. Ja. En dat brengt ons dan direct bij nummer 9. E-mail is terug. E-mail is terug. Ja. Maar je moet, om nog heel kort stil te staan bij die 8, moet je proberen een achterlijststuk te genereren. Gaat mensen via sociale media naar uw eigen kanaal brengen, want Facebook blijft nog altijd van Mark Zuckerberg. Ja. Als hij stopt, dan zijn al uw likes kwijt. Dus je moet mensen naar uw landingspagina krijgen, of naar uw blog, omdat je daar een e-mailadres kunt krijgen, mensen kunt laten betalen. Zij schrijven zich in voor een nieuwsbrief bijvoorbeeld, dan kun je elke week of elke maand een heel goede nieuwsbrief sturen, waardoor dat de mensen terug op uw blog komen, zij dat dan verder kunnen delen op hun sociale media, waardoor dat er opnieuw nieuwe mensen op uw blog komen, opnieuw inschrijven. Ja. En zo kunnen in een achtlus blijven gaan. En de ideale proberen, situatie. Inderdaad, dat moet je proberen nastreven. En de ideale situatie start door er vandaag mee te beginnen. Al meteen een mooie opdracht. Voilà. Dan komen we bij het voorlaatste, de revival van de e-mail. Heel veel mensen schrikken een beetje daarvan als ik dat aanhaal. Omdat e-mails, goh, we krijgen er al zoveel. De nieuwsbrief, dat is al zo oud. Ja. Is dat nog nodig? Maar we zien in de data dat dat
supergoed werkt. Want we zijn allemaal informatie-junkies. Entertainment, information. Mm-hmm. En als je als bedrijf daar kunt op inspelen en heel goede informatie sturen via e-mail, dan win je altijd. Omdat je heel dicht bij je klant staat en echt op een expertniveau informatie kunt sturen aan de dus mensen. Dus we spreken hier ook over content met waarde, met expertise in en niet meteen een salesactie. Nee. Okay. Eigenlijk mogen de e-mail moet je dat zien als een soort een boxmatch. Je gaat kleine stoten geven waar je je expertise toont. En als je voelt dat de klant warm is, dan pas gaat het een uppercut geven. Okay. Dus je kunt nooit een boxmatch winnen als je start met alleen maar uppercuts. Koop, ja. Koop, koop, korting, korting, korting. Nee, maak de persoon warm. Mm-hmm. En als je ziet dat het lukt, trek dan de hefboom over. Okay. En dat kun je heel goed doen met e-mails. En mensen schrijven zich in, 4 weken aan elkaar krijgen ze heel waardevolle content. En dan de 5e week gaan ze dan vragen, kijk, laat ons samen zitten in de B2B, of een promotie, of een koopactie als je B2C bent. Ja. Je bouwt die relatie echt goed op en is een van de goedkoopste marketingkanalen. Ja. Je betaalt je e-mail provider, Mailchimp bijvoorbeeld, en that's it. Mm-hmm. Als je altijd outreach via paid social moet doen, nou, dat kost minder, maar je gaat blijven betalen. Ja. Dus je moet proberen mensen in je e-mail databank te krijgen, en dan hebben ze wat ze wilt hebben eigenlijk. Okay. En weinigen doen het goed. Dus als jij het goed doet, dan zijn ze waarschijnlijk de beste in je industrie, waardoor dat je je hefboom nog groter maakt. Ja. En nog meer. Is daar segmentatie belangrijk naar klanten toe? Ja, ja. En daarvoor zijn die landingspagina's zo belangrijk, die we net besproken hebben. Je gaat specifieke content via sociale media sturen. Die mensen gaan landen op een specifieke landingspagina, schrijven zich in voor 1 e-maillijst. In ons geval kan dat bijvoorbeeld social media zijn. Ja. En dan gaan we die mensen e-mail sturen rond social media. Omdat we weten, zij zijn geïnteresseerd. Ze zijn binnengekomen via een artikel rond Facebook advertising. Ja. Ze hebben zich ingeschreven op een landingspagina rond Facebook of social media strategie. Maar dan moeten wij niks sturen rond growth hacking. Ja. Dan gaan we enkel mail sturen rond social media marketing. Okay. Om dan de 5e week te vragen, kijk, we hebben gezien dat je heel geïnteresseerd bent. Misschien is het goed om een webinar te volgen. Ja. Misschien is het goed om een keer samen te zitten. Mm-hmm. Om te kijken wat uw probleem is die wij zouden kunnen oplossen. Ja. Dus niet direct voor de uppercut. Probeer uw disproportionele relevantie na te streven. Ja. Een van de 4 eeuwige principes. Dus we moeten eigenlijk profiteren van dat er anderen het nog niet zo goed doen en dat wij kunnen uitblinken. Absoluut. Okay. Absoluut. Weer al, het is niet de first movers advantage, het is beter. Het is de best movers advantage hier. Duidelijk. En als laatste, growth hacking. Ja. Voor de mensen die de vorige webinar van mij hebben gezien, weten dat ik een ongelooflijke believer ben in growth hacking. Dat we moeten afstappen van het traditionele denken rond marketing, maar dat we meer en meer moeten marketing zien als een groeikanaal. Om, hoe gaan we ons bedrijf laten groeien? Growth hacking is de continue cyclus van het testen op vlak van product en marketing. We zien producten ook staan en niet enkel communicatie. Mm-hmm. En we gaan experimenten uitvoeren op dat vlak. Op een heel korte manier, heel agiel, heel snel. Kleine testjes. Bijvoorbeeld die Facebook advertising die daarnet zei. Start met €3. Mm-hmm. Doe AB-testing. Dezelfde image, maar een andere copy. En kijk wat het beste werkt. De beste houden over en opnieuw maak een nieuwe AB-test. Ja. De kopie is juist, maar we gaan een andere afbeelding gebruiken. Welke converteert het beste? En door dit te doen met €3, creëerde eigenlijk een killer advertentie waarvan dat je weet, die werkt het beste. Laat ons nu €100 erop investeren. Ja. Dan weet je, dat gaat heel goed converteren. Okay. Dus dat is eigenlijk in het kort, een kort voorbeeld wat growth hacking is. Heel kleine experimenten om uiteindelijk op een golden silver bullet uit te komen waar dat je echt kunt op hameren. Totdat je op het punt komt dat je weet wat je moet doen om je bedrijf op een duurzame manier te laten groeien. Ja. Daarvoor heb je specifieke skills nodig en ga je moeten samenzitten met de collega's van het webteam. Ga je moeten vrienden worden. Marketing, IT, sales gaan allemaal moeten wat meer samenwerken. En dat is moeilijker, als we dat bekijken vanuit de historiek, zijn dat niet de typische vrienden. Nee, nee. Maar een KMO die het goed wil doen, moet een beetje loskomen van marketing, van die sales, afdelingen. Ja. IT en moet proberen interdisciplinaire teams te vormen. Jullie zijn het groeiteam. Jullie zijn customer success team. En dat kan iemand zijn die heel goed is in communicatie en dat je dan iemand hebt die heel goed met een computer kan werken en iemand die heel goed kan verkopen. Dat is volgens mij de toekomst van snel groeiende bedrijven. Niet meer silo's, maar echt interdisciplinaire samenwerking. Ja. Zoals je ziet op de slide is een growth hacker iemand die goed is op marketing, goed is op development. Dat is de growth hacker.
In de realiteit zien we dat dat heel moeilijk is om dat profiel te vinden. Dus zet die mensen samen en dan krijg je uw growth hacking team. Dat moet daarvoor niet uitgeschreven zijn of een rol zijn. Dat kan de growth hacking meeting zijn op de vrijdagnamiddag hier op café. Dat je wat nadenkt rond growth hacking. Hoe kunnen we nu heel snel veel meer leads binnenhalen? En dat zetten dan de maandagochtend first thing live. Ja. Dus heel kort, heel klein, leuk. Hou het leuk voor jezelf. Maar move fast en do things. Dat is het belangrijkste. Er zijn vier heel grote zaken daarin. Je moet je baseren op informatie, de data die we daarnet hadden, de AB-testing. Je ziet welke dat het beste werkt en daar gaan we op verder bouwen. Dus die analyse moet je zeker niet vergeten. Je mag het zeker niet. En op vlak van sociale media, digitale marketing, is dat zo belangrijk. Je krijgt die data die voor 99% juist is, gebruik die dan. Ja, doe er ook iets mee. En baseer je volgende beslissing of je volgende keuze, baseer die op die informatie van je vorige acties. Creativiteit is heel belangrijk. Als je die copy wilt aanpassen, maar ja, dan moet je toch een klein beetje creatief zijn. Als je wilt nadenken, oké, wat kunnen we nog doen om ons bedrijf snel te laten groeien, dan heb je een gezonde dosis creativiteit nodig. Maar we merken bij de meeste KMO's is dat geen probleem. Ik onthoud ook van het begin van de webinar een beetje humor, een beetje, dat mag er allemaal in zitten. Zeker. Ook toon, naar de B2B. Toon uw ziel. Je ziet bij KMO's, dat is het verschil met de grote instellingen. Hè. Als je nadenkt over het telenet, dat is een wat. Ja. Als je in een kleinere zaak zit, dan heb je die ziel, de mensen, lokale verankering, de authentieke karakter, gebruik dat. Ja. Omarm dat en doe daar iets creatiefs mee. De psychologie van de mens is heel belangrijk in growth hacking, omdat je heel snel quick wins kunt genereren. En ik zal straks tonen hoe dat je dat doet. En je moet niet altijd naar een IT-partner stappen daarvoor. Je kunt heel snel tools gebruiken ook. Het voorbeeld van de chatbots daarnet. Je kunt naar een duur agentschap stappen, maar je kunt ook een tool zoeken, zoals Mea.ai, en daar wat mee beginnen spelen. Ja. Er zijn eigenlijk maar twee zaken. Hè. Oftewel heb je veel tijd, ofwel heb je veel geld. Ja. Heb je niet veel geld, dan moet je veel tijd erin steken. Heb je niet veel tijd, moet je veel geld erin steken. Ja. Of misschien kun je beide een beetje combineren en geïnformeerd naar een aanbieder stappen. Ja, inderdaad. Absoluut. Okay. En om snel de psychologie van de mens nog eens te duiden, zien we hier een voorbeeld van een webshop. Hoe dat zou kunnen zijn, waar dat er heel wat optimalisaties kunnen aangebeuren. Dus ik ga mensen nog 10 seconden laten kijken naar het as-is voorbeeld. En mensen mogen rustig eens nadenken, hoe zouden wij dit kunnen aanpassen? Ja, ik krijg al meteen de reactie, is redelijk saai. Inderdaad, wel, ja, de achtergrond en de kleuren doen er niet zo echt toe, maar inderdaad, het klopt. 3, 2, 1, hoe wij het zouden aanpassen is op deze manier. We zien popular choice staan. Dat is social proof dat je aantoont. Mensen hebben dit ook al gekocht. Ja. Dit is een schoen die al heel veel gekocht is geweest. Ja. Dus jij wilt dat ook wel kopen. Dat is social proof. Mensen redelijk crazy. Nike's freshest sneaker on the block by Jay-Z. Heeft een testimonial geplaatst. Opnieuw social proof. Iemand zegt dat die schoen goed is. Ja. Als KMO kunnen we dat ook gebruiken. Als je een website hebt, probeer testimonials te plaatsen van peers. Ja. Als je CEO's target, plaats testimonials van andere CEO's, van je klanten, op je website. Ja. Zodat je potentiële klant ziet, oké, they are trusted by mijn competitors bijvoorbeeld. Order within 19 minutes and deliver tomorrow for free. Daar tonen we urgency. Je moet het snel doen voor als je het morgen nog wilt krijgen. En zeker als je het dan nog gratis wilt, dat moet het nu snel doen. Ja. Zorg ervoor dat mensen gaan wel snel beslissen. All sizes are available. En in het vorige voorbeeld zagen we dat je de verschillende zag. Dat maakt mensen horendol. Ja. We willen allemaal keuze, maar het is niemand die wil kiezen. Ja, dat is de keuzeparadox. Dus maak de keuze voor je klant. Ook zo als je met een menukaart gaat afkomen bij je klanten, ook offline, gaan de klant niet kiezen. Je kunt beter zelf zeggen, kijk, we hebben nagedacht, dit is voor u de beste oplossing. Wij staan voor dat je dit zo doet. Ja. Als je zo, dit zijn de 3 zaken dat je kunt doen. Mm. Mensen willen niet kiezen omdat ze denken, we gaan een verkeerde keuze maken. Ja. Only 5 pairs left. Opnieuw die urgency. Ja. Beslis snel of je zou waarschijnlijk die schoenen niet meer kunnen kopen. This week's sale. Normaal gezien €150, nu 80. Mensen moeten niet weten dat die schoenen eigenlijk maar €80 kosten. We kunnen hen dat een beetje wijs maken. Ja. Beetje sneaky ook. Ja.
Het vecht een beetje met onze authenticiteit, hè? Inderdaad, inderdaad. Ja, okay. Dus een beetje de limieten opzoeken. De limiet opzoeken. En dan plus free extra white laces. Je geeft eigenlijk een klein cadeautje waardoor mensen zoiets hebben, ja, ik ga het maar iets terug doen voor hen. En daaronder zit ook what people like you also bought. Daar probeer je altijd upsell te doen. Dat is ook altijd een takeaway die ik probeer te geven aan marketeers. Als je een klant hebt, probeer upsell te doen. Ja. Hebt u een klant al in uw bezit? Dat is misschien een slechte bewoording. Maar als de klant al warm is, kunnen we snel iets voorstellen die hem ook zal helpen. Ja. We moeten natuurlijk niet trichen. Maar als je hem helpt, dan is dat het moment om het ook te doen. Voilà, dat waren de 10 zaken dat je zeker in het oog moet houden. Probeer te spelen met de usual suspects, maar met de nieuwe features ervan, zoals de advertenties dat je nu op je pagina plaatst, met groups, LinkedIn articles, test een keer Instagram live uit, probeer mee te spelen. Test nieuwe technologie, blijf vooral updated daar rond, chatbots, maar ook andere zaken. Kijk naar Musical.ly, download de app, kijk wat de opportuniteiten zijn daarvoor. Probeer na te denken over die first movers advantage voor je bedrijf. Hou die on-demand filters in de gaten en als ze geïntroduceerd worden, spring erop en doe er iets mee. Ja. Bekijk die blindspots, Reddit en Quora, maar er zijn er ook nog andere. Dus probeer altijd je vizier zo ruim mogelijk te houden. Ja. Kijk naar die influencers en vooral de power middle influencers en de creators, want daar zitten er heel veel opportuniteiten, zeker voor KMO's. Ja. Dan moeten we zeker die nieuwe gatekeepers in de gaten blijven houden. Die website niet zo stug houden, maar meer en meer switchen naar social media, uw blog en uw landingspagina, die achterlus opzetten. Ja. Dan uw nieuwsbrief, het nieuw leven inblazen, die disproportionele relevantie daarin krijgen. En als laatste iets meer growth hacking toepassen als KMO. En dan ben ik overtuigd dat iedereen de vlucht vooruit kan kiezen en snel zal groeien in 2017. Alvast een heel mooi verhaal, Nick. Ik denk dat de mensen zeker wat bijgeleerd hebben, maar ik heb nog een aantal vragen, dus daar gaan we nu mee beginnen. We zijn ondertussen op 12 uur gekomen, maar ik heb nog een drietal vragen, dus binnen een minuut of 5 zullen we wel rond zijn, dus blijf nog even online. Ik heb een vraag van Julie. Hoe kan je een growth hacking doen met een bedrijf die diensten aanbiedt? Wel, dat doen wij zelf ook. Je kunt mensen via social media, dus ik ga het anders zeggen, gemaakt. Een artikel per type dienst dat je hebt. Je post dat via sociale media en je sponsort dat voor €5. Je boost dat naar een publiek waarvan je denkt dat ze wel geïnteresseerd zouden zijn. Voor het in ons geval social media, digitale transformatie, growth hacking. Dan gaan we kijken in de data welk artikel het beste heeft gewerkt. Stel, social media werkt het beste. Oké, dat is goed. Dan gaan we een lead generating stukje content genereren daarvoor. Een webinar van een half uur. Rond Facebook advertising voor B2B companies. In plaats van dat blatantly te sturen naar mensen, gaan we stukjes content schrijven daar rond. Wat kiest de CPC, cost per click, of cost per impression? De 19 fouten die bedrijven maken met Facebook advertising. De 17 tips die elk B2B bedrijf moet kennen rond social media, enzovoort. Enzovoort. Dus schrijf 500 artikels, plaats een pop-up, na 80% van de tijd dat mensen op je site blijven, krijgen ze een pop-up te zien om zich in te schrijven op die webinar. Dan heb je die lead gegenereerd. En op die manier, als je dat doet, zoals ik net heb vermeld, ga je ongelooflijk veel leads creëren. Want mensen zijn geïnteresseerd, ze krijgen een gratis webinar. Het enige dat ze moeten doen is een e-mailadres nalaten. Ja. Als je daar dan nog je nieuwsbrief aankoppelt, 4 weken na elkaar, high value stuurt naar die mensen, tegelijkertijd via Facebook unpublished posts een testimonial stuurt naar die mensen, want je kunt e-mailadressen in Facebook steken. Een testimonial van een peer van die mensen. Bedrijf X is de beste om mee te werken rond Facebook advertising. En de 5e week stuur je als e-mail. Kijk, hopelijk heb je genoten van onze 4 weken. We hebben gezien dat je de webinar hebt gevolgd. Als je nog vragen hebt, laat het ons zeker weten. Ik stel voor dat we misschien een keer een meeting opzetten om elkaar beter te leren kennen. Als je dit doet, dat is onze golden scenario om leads te genereren en sales te closen. Oké, goed. Ik hoop dat dat... Ja, Julie, een hele takenlijst. Dan heb ik nog een vraag van Caro. In die authenticiteit, is het dan ook belangrijk mensen een inkijk in je leven te geven of is dat net niet professioneel? Dan moet je zelf beslissen voor jezelf. Als je dat wilt doen,
dan moet je dat zeker doen. Als je dat niet wilt doen, moet je dat niet doen. Maar je moet nooit twijfelen aan professionaliteit. Als je authentiek overkomt, dan komt het professioneel over. Dat je natuurlijk geen Instagram stories maakt van jezelf op zaterdagavond, terwijl je met je zatte botten staat te feesten in Leuven Centraal. Oké, dat versta ik wel. Maar dat je gewoon je authenticiteit toont en dat je de boterhammen aan het smeren bent voor de kinderen, is fijn. Ja, oké. Goed. En dan nog een vraag. Wat met Google AdWords? Daar zijn we vandaag niet echt op ingegaan. Google AdWords, dus als u een SEA, moet je proberen in de Google Keyword Planner te kijken naar de woorden waar er heel weinig concurrentie in zit en moeten daar artikels rond schrijven. SEO vooral en minder SEA, omdat er is heel veel vraag naar AdWords en er is maar zoveel aanbod, je hebt maar zoveel woorden. Dus de prijs gaat altijd blijven stijgen voor je AdWords. Dus probeer te zoeken naar nieuwe manieren om je concurrentie de loef af te steken. Ja, dus zeker als kleiner bedrijf. Ja, dus zeker ook nog wel in het oog houden, maar je kunt met die blogs en met alle andere tips die je gehad hebt eigenlijk meer bewerkstelligen dan nog met die oudere wegen. Oké, goed. Ik heb voorlopig geen vragen meer. Ik wens jullie allemaal nog een fijne namiddag en ik wil jullie ook graag nog even wijzen op de volgende webinars die we gepland hebben. Ik heb hier een kleine selectie in beeld gebracht, maar voor het volledige overzicht kan u graag verwijzen naar www.ikinnoveer.be/opleidingen. Alvast hartelijk bedankt en tot de volgende keer. Dag!